Hey, welkom bij de Open Cash. Mijn naam is Jody en vandaag gaan we verder met portfolio-update nummer 27. In deze portfolio-update gaan we jullie weer meenemen in drie ja. aandelen door de aandelen scannen. Um, dat is Nio, Ennix Filtration en Digital Realty Trust, dus een ride. Uh, ook gaan we kijken naar Lockheed Martin. Ik krijg veel vragen over: ja, moet ik nu investeren in de wapenindustrie? Is er natuurlijk veel in het nieuws? Um, is dit nu het moment? Uh, Lockheed Martin is natuurlijk met earnings gekomen deze week. Uh, en we gaan, dus, uh, we gaan er even naar kijken, uh, mijn blik op die, uh, op die industrie. Um, en we hebben natuurlijk een winstneming in ons portfolio. Vorige week heb ik hem al aangehaald. Uh, monster zat tegen de TP aan te schurken, die is gehit. Dus hoe we daarmee omgaan en hoe we uh, die winstneming al dan niet gaan herhalen, keren, gaan we later behandelen. Uh, we gaan nu eerst even kijken naar de markt. Um, afgelopen week... Um, ja, wat gemixt beeld. We zien bijvoorbeeld een NVIDIA in de plus. Um, ook een uh, uh, tabak. Uh, Philippe Morris, Netflix. Ja, wat groene cijfertjes. Maar we zien her en der ook wel rode cijfertjes. Verizon kwam natuurlijk met earnings. Uh, die ging wat onderuit. Uh, daarna ook gelijk werd ook wel weer opgekocht. Uh, Target. Meer 7%. Dus we zien echt een, echt een ja, gemengd beeld toch wel. Uh, we zitten natuurlijk midden in het cijfersseizoen. En um, ja, dat brengt wat volatiliteit met zich mee. Ook links en rechts wat, uh, wat nieuwtjes. McDonald's met een um, bacterie. Uh, ja, wat, hoe dat zich uit gaat pakken zal ook uh, blijken. Vaak zie je wel dat het iets tijdelijks is, maar dat kan natuurlijk wel voor claims en dergelijke gaan zorgen. Ik weet niet hoe ziek mensen daar precies van zijn geworden. Daar zou je in moeten duiken. En hoeveel gevolgen of dat heeft. En hoe lang dat na gaat eilen. Als het goed is, dus hebben ze gelijk die uh, producten uit de, uit de verkoop gehaald. Goed, dat is altijd een stukje reputatieschade op dat moment. Maar dat appt vaak wel weer weg. Omdat het echt iets tijdelijks is. Het is niet een langdurig probleem binnen dat bedrijf zoals het er nu naar uitziet. Uh, economisch deze week. Ja, wat uh, ja, redelijk rustige week wel weer. Uh, maandag, dinsdag niet zo heel veel bijzonders. Uh, GDP van uh, Q3 wel op uh, woensdag. Uh, wel even interessant om dat in de gaten te houden natuurlijk. Is er nog iets van groei te zien als we kijken naar uh, uh, kwartaal voor kwartaal? Um, CPI-cijfers vanuit, uh, vanuit Europa. De meeste mensen kijken toch naar, uh, naar Amerika, een wat belangrijkere markt. En op donderdag en vrijdag ook wat data over de werkloosheid. Ook uh, ja, daar kijk ik wel naar uit hoe dat, uh, hoe dat ontwikkelt, hoe zich dat blijft ontwikkelen. En natuurlijk zitten we midden in het cijfersseizoen. Um, op uh, maandag, dus op het moment van uh, deze video, um, na de beurssluiting, komt wat met cijfers. Uh, ja, en daarna komen echt de grote jongens eraan. Uh, Alphabet op dinsdag, Google, uh, Visa, AMD, McDonald's natuurlijk. Misschien dat ze dan ook nog wat gaan aangeven over die uh, bacterie die gevonden is. Wat extra informatie. Aan de andere kant ook weer goed dat het voor die earnings uh, naar buiten is gekomen. Um, ja, ook een aantal andere rijtjes tussen staan. Uh, Paypal, die hebben we natuurlijk ook op de op de watchlist staan. Um, ja, benieuwd hoe die uh, hebben gepresteerd de afgelopen periode. Nou, op woensdag uh, Microsoft, Meta. Ally Lilly, uh, Appfee, um, Caterpillar, Booking, Er zijn ook wel aandelen die veel voorbij komen. Ja, maar voornamelijk de Microsoft, de Metas, dat soort grote, grote partijen. Ja, ik hou ook altijd de aandelen in de gaten die jij in je portfolio hebt zitten, erg belangrijk. Uh, donderdag, Apple, Amazon, Mastercard, um, Linde PLC. Ja, ook gewoon weer, uh, weer veel belangrijke earnings gewoon deze week. Um, ja, oliebedrijven, um, ja, interessant, om, uh, interessant om in de gaten te kijken of er iets van een trend te ontdekken is. Uh, afgelopen week natuurlijk een wat gevarieerd beeld gezien, wat flinke plusjes, ook wat flinke minnen. Ja, eens kijken of er echt een trend uh, te ontdekken valt. Op dit moment uh, ja, is het echt heel gevarieerd. S&P zit natuurlijk rond die uh, Altam High aan te schurken. Ja, het zou helemaal ook niet gek zijn als we iets van een terugtest krijgen in. Uh, kijk, ga ik er een boxje van maken in dit gebied, denk ik. Uh, dit is een wat groot gebied. Je kunt er ook twee gebieden van maken. Hier eentje in die slagen. Uh, Interessante punten, denk ik. Om daar te gaan kijken. Uh, en hier onderin, natuurlijk. Uh, Ja, het zou helemaal niet gek zijn. We hebben natuurlijk een flinke, ja, flinke stijging gezien vanaf uh, oktober 2023, uh, plus 40%. En ook de vorige terugtest hier zo, um, dit jaar juli, uh, 10%, er, uh, 10 eraf hebben we ook wat kansjes uh, opgesnoept. En daarna eigenlijk weer een stijging van 14%. Dus als we eventjes weer wat, uh, wat afkoeling krijgen. Ja, dit zijn gewoon hele kleine terugtesten die prima te verantwoorden zijn in deze stijgingen Waarmee je dus ook nog uh, deze uptrend uh, intact houdt. Uh, Hier zo. Zou prima, uh, prima kunnen. Even, even wat rust, even wat afkoeling op de aandelenmarkt. Uh, ja, benieuwd wat dat uh, de komende weken ook gaat brengen rondom, uh, rondom die earnings. Uh, goed, daar hebben we natuurlijk de verschillende, verschillende bedrijven. Digital Realty, een uh, reit aandeel ja, RITE staat dus voor Real Estate Investment Trust. En Digital Realty die zit in de specialty-tak. Binnen de reit industrie heb je een aantal verschillende takken waarin je kunt investeren. Doe ook altijd goed je onderzoek na. Um, maar dit bedrijf zit hem ook met name in um, ja, datacentrums uh, wereldwijd. Uh, Zes continenten, meer dan 25 landen. Ja, ze zitten wat meer aan die, aan die vernieuwende kant. Uh, ja, en datacenters, dat is natuurlijk opkomende markt, uh, al een aantal jaar. Er wordt steeds meer data opgeslagen, steeds meer applicaties in de cloud. En uh, ja, die datacenters moeten dus gebouwd worden. Dus je hebt één, je hebt die service we hebben natuurlijk uh, chiptekorten gezien. Ook die bijvoorbeeld bij NVIDIA en zo, die gebruikt worden voor... Um, ja, voor dat soort zaken, AI, maar ook ja, die, die um, service, die moeten natuurlijk ergens staan. En die staan in datacentrums. Dat zijn specialistische gebouwen uh, die heel goed beveiligd zijn, want de data moet beveiligd zijn. Uh, ze moeten gekoeld kunnen worden. Soms zie je zoals dat ze ergens in de buurt van water staan, uh, water wat, uh, wat kan koelen, want er komt heel veel hitte vanaf. Uh, er moet een goede stroomvoorziening zijn. Ja, het moet gewoon een veilige plek zijn, al met al. Uh, omdat die, ja, die data moet gewoon veilig opgeslagen kunnen worden. Uh, en je hebt dus te maken daarmee. Ja, vaak zijn het echt grote betonnen gebouwen met grote hekken eromheen. ja dat is echt iets specialistisch. Dus die datacenters, die service, die worden niet meer zo ergens in een willekeurig gebouw neergezet. Nee, specialistisch. En daar speelt deze partij op in. Dus zeker een, um, ja, ik denk zeker een leuk bedrijf om ook op die AI-data uh, groei. Om op in te spelen. Net iets andere manier dan naar bijvoorbeeld alleen naar de chips te kijken. Maar ook bijvoorbeeld het vastgoed waar die, uh, waar die inkomen te staan. Uh, zeker interessant. Ook over reits komt uh, ongeveer november. Komt een nieuwe module in het leerprogramma. Investeren en beleggen. Komt live. Daarin gaan we ook alles behandelen. Over reits. over de verschillende sectoren. Hoe je een rij moet analyseren. Want het is net iets anders dan een gewoon bedrijf. Um, ja, en een van die zaken die anders is ten opzichte van een gewoon bedrijf. is dat ze vaak wel een hoge... Uh, dividend uitbetalen. Nou, en dat heeft er dus mee te maken, omdat een rijd verplicht is uh, 90% van zijn uh, belastbaar inkomen uit te keren aan aandeelhouders. Um, daarmee hebben ze weer wat andere voordeeltjes, um, uh, belastingboekhoud, technisch gezien. Um, maar dat is voor jou, als investeerder, een zekerheid: dat als ze winst maken, dat jij een deel daarvan uitgekeerd krijgt. En dat doen ze meestal in de vorm van, uh, van dividend. Nou, dat zien we bijvoorbeeld ook terug als we gaan kijken binnen FinFish. Kunnen we uh, de map zetten op dividend yield. En daarin zie je gewoon. Um, ja, de de velgroenen betalen een hoge dividendpercentage uit. En de ja, donkergroenen. Die betalen een laag dividendpercentage uit. En dan zie je bijvoorbeeld bij de financials. Waar een hoog dividend uh, yield wordt uitbetaald. Healthcare. Um, energy. Maar ook real estate uh, rides. Uh, specialties. Ja, maar er zijn natuurlijk ook andere uh, industrials, um, uh, residentials, uh, uh, kantoor, um, retail. Er zijn hele verschillende sectoren in. Ja, en dat is gewoon heel belangrijk om daar goed je onderzoek naar te doen. Welke rides ga je in, in investeren? Waarom ga je in investeren? Maakt ook een stukje spreiding van, uh, van aan. Um, zeker een uh, interessante industrie. Nou, we hebben natuurlijk ook naar de cijfers gekeken van de aanvraag. Digital Realty Trust staat genoteerd tegen een koers van 165 dollar. Ja, wat we zien is de afgelopen jaren hebben die gewoon een mooie groei laten zien. Uh, kijken naar de omzet. De winstmarges zijn wel wat uh, fluctueren wel wat van zo'n 9%, uh, bijna 40%, weer terug naar 8% en 2023, 17%. Um, ja, er zit dus wel een wat gevarieerd beeld in. Omzetten stijgen wel, ja, als ze dit soort winstmarges kunnen garanderen of daartussenin. Ja, dat is gewoon lekker, zeker ook omdat ze dus uh, dividend aan jou uitkeren. Um, we zien totaalvermogen van het bedrijf is ook uh, toegenomen. Schuldratio is ook lichtjes toegenomen. Uh, maar van zo'n 49% naar 53%, dat is niet uh, erg schokkend. Uh, dividend per aandeel afgelopen jaren uh, toegenomen van 2020 naar 4,48 naar 4,88 um, aandelenuitgiften uh, shares uh, worden geissued nou, Dat zien we wel terugkomen maar um, dit soort bedrijven als ze meer um, investeerders krijgen zullen ze ook aandelen uitgeven uh, hoe dat werkt gaan we ook uh, in het leerprogramma kort behandelen um, ja en de PI ratio ook uh, die schommelt wat tussen de wel vrij hoog uh, maar die schommelt wat afgelopen afgelopen tijd uh, als we dan gaan kijken naar de quickscan score. Uh, komt uit op 33 um, ja en, en als we kijken naar dividendrendement ja kunnen we gemiddeld genomen zo'n 15 15,5 dollar verwachten um, ja en als we gaan kijken naar deze winstmarges dan is die uh, uh, in de toekomst ja, mogelijk ondergewaardeerd. Uh, gaan we ook kijken naar de chart op dit moment? Um, want hij staat wel gewoon ja, hoog. Hij staat tegen een heel belangrijk level aan. Ik um, ga het ook later ook even met Lockheed Martin aanhalen. Uh, want dat is wel iets waar wij ook naar kijken. Uh, het is een sector. En uh, een type rij die heel interessant is voor de toekomst. Maar hij heeft natuurlijk al een gigantische stijging laten zien. Um, van de 85%. Die staat gewoon tegen een belangrijk level aan. Wat hier al een aantal keer eerder weerstand is geworden. Ja, is dit dan het moment om te kopen? Ja, wij... Onze manier van investeren is dat nu niet te doen. Dus altijd te wachten op een terugtest. En dat zijn terugtesten die je hier misschien had kunnen spelen. Nou ja, als je dit zou... Uh, deze compressie wat hij een beetje op gaat tekenen. Als je zullen zou spelen zou je misschien hier onderin nog een keer kunnen gaan kijken. Voor een... Uh, voor een terugtest, om dan die richting op mee te spelen, weer omhoog. Um, ja, dan heb je toch al een uh, 9% richting een mogelijke rejection weer. Dat zou je kunnen doen. Uh, maak voor jezelf ook een waardering. Uh, ja, goed, het risico neemt nu wel wat toe. Natuurlijk, over de lange termijn is het wel een aandeel wat gewoon blijft groeien, wat blijft groeien. Uh, maar kun je misschien beter in dit soort opbouwende momenten, uh, gaan instappen, dan nu. Het risico neemt gewoon ietsje meer toe. Uh, goed, dan hebben we ook NIO. Uh, NIO wint totaal ander aandeel. NIO zit natuurlijk in de uh, autobranche, elektrische auto's. Concurrent van uh, Tesla, onder andere. Uh, ook wel vaak gehoord: NIO. Ja, is dat dan de Tesla vervangen? Uh, nou, dan kunnen we natuurlijk gaan kijken naar de cijfers. Eén nadeel wat NIO ook wel heeft, is dat ze natuurlijk uh, in China zitten. Um, ja, dat, daar zit wel een, een stukje pijn hebben we natuurlijk gezien de afgelopen, afgelopen jaar, twee jaar. Uh, omwille van die wereldwijde geopolitieke spanningen, um, inputrestricties, dat soort zaken. Daar zit wat pijn in. Um, ook als we gaan kijken naar de cijfers. Wat we zien is dat NIO de afgelopen jaren qua omzet wel gegroeid is. Maar qua um, winst wordt er gewoon niet gemaakt. Er wordt gewoon een gigantisch verlies geleden. Uh, en het verliezen wordt ook niet kleiner. Soms zien we ook, volgens mij de vorige keer ook een aandeel waar we hebben dus zien dat verliezen ook steeds kleiner worden. Dat je op een gegeven moment richting een kantelpunt gaat. Dat er winst gemaakt wo uh, gaat worden. Dat zien we hier absoluut niet terug. Um, wel zien we dat het totaalvermogen van het bedrijf toeneemt. Maar daarmee ook de schuldenratio van een 40% naar een 80%. Dus die is bijna verdubbeld. Um, ja, die verliezen moeten ergens... Uh, um, ...vandaan komen en dat wordt onder andere gedaan door schulden aan te gaan. Uh, share issues die worden licht... Uh, uh, nee, ...zijn licht toegenomen. Uh, ja, PI ratio hoeven we niet naar te kijken... ...want ze maken gewoon geen, uh, geen winst en er wordt geen dividend betaald. Quickscan score ook heel laag, 7%. Uh, geen dividend. Uh, shares issue, ja, een licht negatief rendement. Ten opzichte van de koers is die wel weer vrij, uh, vrij fors... Uh, mogelijk zelfs een uh, 25 tot uh, 50 procent. Ja, en er wordt gewoon geen winst gemaakt. Dus ook in dat vlak is die overgewaardeerd. Um, als we gaan kijken naar de chart. Ja, dan zien we op dit moment gewoon nog één grote waterval naar beneden. Uh, de snelheid waarmee dat naar beneden gaat is wel wat afgenomen. Um, en mogelijk als we hier gaan kijken, zien we hier natuurlijk. Um, kijken we. Iets verder inzoomen, ja, het lijkt bijna gelijkwaardig. Uh, ik wil niet per se zeggen dat dit een high-low is, um, maar en je en natuurlijk, je gaint hier wat uh, op een weekly, alleen je loopt hier nog steeds tegen een heel belangrijk punt aan, uh, waar al eerder ook gecheckt is. Ja, um, yeah. ik zou zelf dan wachten. Op uh, wat meer conformatie om echte rotatie te gaan spelen bij dit soort bedrijven. Zeker ook gezien de cijfers dat je eerder naar dit soort constructies gaat kijken. Uh, dat je hier nu ergens een, high, een echte high-low maakt, high-high, en dan ergens op een terugtest misschien uh, wat gaat doen. Uh, maar ik zou eerst wat meer terug willen komen in, uh, in dit bovenste gebied, wat hier natuurlijk uh, vandaan komt. Dan hebben we ook nog een Nederlands bedrijf. Uh, Enxfiltration Filtration, en die zitten in uh, ja, schone water. Ze willen zorgen voor schoon water, en dat doen ze voor een aantal verschillende uh, takken. Um, ze hebben dus membranen, nanofiltration, ultrafiltration en microfiltration. Um, en dat doen ze voor verschillende uh, takken: drinkwater, hergebruik van water, uh, voor industrials, dus bijvoorbeeld uh, een bierbrouwen. Die heeft ook heel veel water nodig. En die willen natuurlijk niet dat in hun biertje dat daar een bacterie of iets dergelijks in komt. En dan kunnen dit soort bedrijven die spelen erop in om het water te zuiveren. Ja, en iets wat natuurlijk heel erg gaan is PFAS. Een soort van plastic in jouw, um, in jouw drinkwater onder andere. Ja, dat is ook slecht voor de gezondheid. En daar spelen dit soort bedrijven op in. Uh, zeker interessant. Uh, Nederlands bedrijf, ook leuk. Dus laten we eens gaan kijken richting, uh, richting de cijfers, hoe ze uh, gepresteerd hebben de afgelopen tijd. Ja, en wat we daar dus zien, is dat de omzetten wel wat zijn toegenomen. 2023 iets lichter, uh, iets minder dan 2022. Uh, maar dat wordt gewoon een gigantisch verlies geleden. Dat wordt gewoon geen geld verdiend. En uh, dat, uh, ja, dat vind ik niet top om te zien. Dat heb ik al vaker aangehaald. Um, ik zie dat ik uh, uh, free cashflow. Uh, niet heb ingevuld. Uh, kunnen we zo samen even naar kijken als we hem opzoeken op Yahoo Finance? Um, ja, total assets die is wel uh, um, hier wel toegenomen, afgelopen jaar weer afgenomen. Schuldenratio is wel heel laag, maar ook weer toegenomen. Uh, wordt geen dividend uitbetaald. Uh, aandelenkapitaal uh, opgehaald. Ze hebben ja, licht aandelen uitgegeven in 2023. Um, ja, ik vind het niet echt een lekker bedrijf, cijfermatig. Uh, dan moet je echt in hun technologie in gaan duiken. En dan moet je meer voor de tech gaan investeren. Maar cijfermatig zou ik daar nu van afblijven. Uh, kunnen we natuurlijk naar jouw finance? En daar kunnen we NX Filtration opzoeken. Uh, even kijken. Volgens mij Amsterdam. Financials. Cashflow. En dan kunnen we ook de free cashflow zien. Nou ja, die is, uh, die is dus negatief. Uh, dus ja, er zijn wel een aantal uh, flinke rode vlaggen uh, voor dit bedrijf. Dus ik zou daarmee oppa oppassen om, uh, om in te investeren. Uh, wel leuk. Uh, ik, ik vind het bedrijf aan zich wel leuk. Het product, uh, daar zie ik ook wel toekomst in. Alleen ja, cijfermatig heeft dit gewoon geen goede onderbouwing om, uh, om in te investeren. Dan denk ik dat mijn geld met, uh, tegen een lager risico beter ergens anders in uh, geïnvesteerd kan zijn. Uh, goed, dan hebben we natuurlijk ook nog de Magnificent 7 actie. Waarbij je kans maakt op uh, ja, een aandelenpakket te waarde van 500 dollar, 250 dollar of 200 dollar. Aandelenpakket bestaan uit de Magnificent 7. Uh, laatste dagen, deze maand is deze actie nog uh, geldig. Ja, wat moet je daarvoor doen? Aanmelden via onze link. Minimale stotting van 250 euro de maand oktober. En drie transacties in die maand. Uh, dus laatste kans om daaraan uh, aan mee te doen. Um, ja, dan oorlog. Uh, ja, dit is een sector, uh, uh, defense industrie. Ja, daar wordt veel naar gevraagd ook. Moet ik nu investeren in die aandelen? Het is natuurlijk veel nieuws. Ik zie ook veel meer mensen aan investeren. Er gaat ook heel veel geïnvesteerd worden in die uh, in die sector, want ja, die outlook is gewoon sterk. We hebben te maken met oorlogen op alle fronten, Rusland, Oekraïne. Um, China waar spanningen zitten in het Midden-Oosten natuurlijk. Um, en door die spanningen en wat er gaande is, zien we gewoon dat overheden steeds meer gaan investeren in die sector. In Nederland is er onder andere heel erg bezuinigd op die sector, want we hadden geen oorlogen, we hadden geen spanning, we hadden geen dreigingen. Ja, we zien nu toch dat. Um, ja, door druk vanuit uh, richting politiek, dat daar toch wel steeds meer geïnvesteerd gaat worden. Er worden ook regels over opgesteld vanuit Europa onder andere. Er moet ook meer uh, ten opzichte van het uh, GDP geïnvesteerd worden richting die wapenindustrie. En daar kunnen deze bedrijven gewoon van, uh, van profiteren. Ja, dat zien we hier ook terug. Um, ja, geopolitieke spanningen. Um, ja, eh... Uh, er gaat gewoon meer geïnvesteerd worden in, in dit soort bedrijven. Dat is wel de vraag: is dit dan nu het moment om daarin te investeren? Um, ja, wat we zien, onder andere Lockheed Martin, die is met cijfers gekomen. Uh, een bedrijf dat ook veel aangevraagd wordt. En die cijfers zagen er toch best wel goed uit. Uh, hele uh, sterke backlog, dat betekent dat ze veel uh, orders hebben die nog gerealiseerd moeten gaan worden. Dus omzet wat nog gerealiseerd moet gaan worden. Uh, dividendgroei. Er uh, wordt gewoon lekker dividend uitbetaald bij dit soort bedrijven. Um, de omzet die is uh, 1% uh, year over year uh, omhoog. Um, valt me dan wel een klein beetje tegen in die zin als je ze van ja, we moeten heel veel investeren. Uh, ik weet niet of die investeringen al allemaal al gaande zijn en bij die bedrijven geland dat zijn wel contracten natuurlijk um, waar heel lang overheen gaat voordat die getekend worden. Um, ja, free cashflow, uh, die is gewoon netjes positief. Uh, grote backlog. Um, earnings per share, die ook met een procentje is toegenomen. Uh, dus de winst is uh, verhoudingsgewijs evenredig meegegroeid met, uh, met de omzet. Ook uh, 1% year over je. is goed om te zien. Uh, 22 biljoen aan uh, orders in het derde kwartaal. Uh, dividend uh, met 5% gestegen, dan 3,30 dollar. Dat is ook gewoon goed, uh, goed om te zien. Uh, ja, negatieve punten. Ja, her en der ook wel wat krimp, uh, wat issues. Uh, daar zit ook wel wat. Maar ik vind voornamelijk de stijging die we de afgelopen tijd hebben gezien bij dit soort aandelen, die is, uh, die is wel vrij vos. Uh, dit zijn wel aandelen ook die over de lange tijd alleen maar stijgen. Dat zien we ook. Maar goed, we hebben ook te maken met terugtesten. Dit is in 2016. Toch een 13% eraf uh, van een high. Um, hier zelfs 34%. Nou, dit is uh, COVID geweest. 40% eraf. Um, wat recenter nog. Hier de top. 22% eraf. En ik zou eerder in dit soort aandelen met zo'n uptrend. Um, wat langzamere stijging. Zijn een echte tech aandelen. Wat minder volatiel. Uh, toch op een terugtest gaan instappen. Ja, is die terugtest er nu al? Uh, Na die earnings is die wat naar beneden gegaan. 7% eraf. Um, ja, ik denk dat het nog vrij vroeg is om in te gaan schalen, zou je voor jezelf natuurlijk altijd met een uh, fundamentele analyse uh, kunnen rechtvaardigen de waardering. Uh, maar ik zou eerder naar dit soort prijslevels kijken. Uh, vanaf uh, hier de top. Dat is al heel agressief richting hier gewoon, uh, je kunt er eigenlijk wel een box van maken van dit gebied. Ik zou daar eerder gaan, uh, gaan kijken. Zeker een industrie uh, met potentieel voor de toekomst. Uh, om in geïnvesteerd te zijn. We zien natuurlijk ook dat restricties bij pensioenfondsen en verzekeraars. Om niet meer in deze sector te mogen in, uh, investeren. Dat wordt er afgehaald. Dus er gaat geld naar die bedrijven toe. Uh, we zitten nog met die oorlogen. Uh, die bestellingen die gaan de komende jaren lopen en uitgeleverd worden. Dus ja, er gaat geld verdiend worden. Alleen ik denk dat op dit moment. Um, de risk-reward, ook als we kijken naar het verleden, uh, je staat nu richting een all-time high, komt altijd weer een terugtest en een betere kans. Uh, en ik zou zelf dan persoonlijk gaan kijken naar, uh, naar dit soort gebieden. En dan hebben we dus te maken met een terugtest van een uh, 18 tot uh, 25 procent. Uh, in dat gebied zou ik dan zelf voor dit specifieke aandeel kijken. Um, ja, dat is hoe ik naar die, uh, naar die sector kijk. Ik uh, ben ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Z zeggen jullie van ja, dit uh, zijn gewoon aandelen die ik koop ongeacht wat de prijs is gezien. Alles wat ik in het nieuws hoor, doe je toch een stukje risicomanagement, koop je lager of zit je er misschien al in? En heb je, heb je winst genomen? Heel benieuwd hoe jullie daar uh, zelf mee omgaan. Laat het ook zeker even weten in de reacties. Um, dan hebben we ook nog uh, een winstneming in ons portfolio. Uh, en dat is gebeurd bij Monster. Daar hebben we natuurlijk gekeken. Uh, vorige week hebben we natuurlijk behandeld. Uh, is hier die winstnemer? Daar zat hij toen tegen aan te schurken. En die is, um, is gehit geweest op uh, de 21ste. Uh, we hebben hier natuurlijk een entry, twee entries genomen: uh, 50,82 hebben we een entry genomen. Uh, en we hebben hier een entry terug uh, genomen: uh, 44-16. Uh, interessant bedrijf, ook gezien de cijfers. Uh, komen dus ook binnenkort met cijfers. Uh, met een stukje winst genomen. Vanaf deze entry was dat een 23%. Ook zeker technisch gezien. Uh, hier een beetje de onderkant van dit bovenste prijsblok. Hier een uh, rejection geweest. Ja, gewoon een interessant punt om uh, een winstneming uh, te nemen na zo'n stijging. Om lage weer winst te heralloceren. Uh, want de cijfers zijn gewoon prima van, uh, van dit bedrijf. Uh, omzetten zijn de afgelopen jaren gestegen. De winstmarge is wel wat achtergebleven. We nog steeds gewoon prima. Uh, mooi bedrijf. Hebben we ook uh, vanuit de benchmark van het Platinum meegenomen, natuurlijk. En ik ben wel bereid om lager, dus weer te, te herinvesteren de winst. Um, en dat kunnen we doen in een gebied uh, waar ik naar zit te kijken. Uh, dan kun je gaan kijken, nu gelijk al naar een terugtest, om hier een high-low ergens te maken. Nou, een 8% uh, vind ik uh, wat te snel. Het zou best kunnen. Alleen gezien de positiegrootte en de kosten die je maakt, vind ik dat wat te snel om dan weer te herinvesteren. Ik kijk zelf lager naar deze regio, een 13% lager. Uh, kijk ik ook naar de liquiditeit die hier vandaan komt. Um, hier heb je een punt natuurlijk liggen wat weerstand is geweest. Hier ook. Ik vind het gewoon een interessant gebied, uh, gebied om te gaan kijken. Um, die zouden we natuurlijk hier kunnen neerleggen. Uh, en dan gaan we gewoon even wat verder inzoomen om te kijken, oké, okay, wat ligt daar. Um, even naar de wat lagere tijdsframe. Uh, ja, ik denk dat gewoon hier aan de onderkant hier een stukje weerstand, gewoon aan de onderkant van die box uh, dat we daar gaan zitten uh, hier zien we natuurlijk wat, uh, wat weerstand uh, support, ik vind het wel een interessant, uh, interessant punt goed, dan gaan we dus voor monster op 47.15 uh, deze winstneming weer heralloceren uh, en dat ziet er dus uit, een procentje of 13 lagen om daar weer uh, winst te nemen. Uh, dan gaan we de orders bekijken. Als we gaan kijken in XM-platform Trades, Order Tickets. Sorry, uh, Trades, Orders en Trades. Uh, dan zien we hier natuurlijk de openstaande uh, orders die we hebben staan. En daarin zien we ook dat we Monster uh, hebben verkocht. Daar hebben we 5 aandelen gekocht. Totaal 272,50 uh, met 1 dollar aan uh, transactiekosten voor die verkooporder. Um, nou, als we dat dan weer terug zouden rekenen tegen die koers die we hebben staan van um, even kijken, 47,15. 47,15. Dat zou betekenen ongeveer 5,5, 5,6 aandelen die we weer terug zouden kopen als we die 272 dollar weer zouden herinvesteren. Dat gaan we afronden naar, uh, naar boven. Um, als we dan naar monster gaan, zeggen we um, hier zo een buy order. Um, en dan willen we dus, uh, gaan we afronden naar boven, gaan we dus 6 aandelen terugkopen. Uh, limit price van 47,15. Uh, we zetten price algo aan, wat dus betekent als die order gevuld wordt op 47,15, dan wordt die gewoon uitgevoerd op de limit price. Uh, maar kan er op dat moment, bijvoorbeeld door hevige volatiliteit, die order voor een betere prijs gevuld worden? Uh, bijvoorbeeld 47 dollar, dan zal Maxem dat altijd doen. Werkt alleen in jouw voordeel, nooit in jouw nadeel. Uh, de timing force zetten we op good to cancel. Uh, we willen dat die order erin blijft staan totdat die gevuld wordt. Uh, bij Maxim is dat één keer per kwartaal. Moet je ze even langslopen, want zijn die orders te ver afgeweken van de koers bijvoorbeeld? Um, of zijn er updates geweest aan de platform? Kan het zijn dat je order uit het systeem wordt gehaald? Um, dus houd dat ieder kwartaal even goed in de gaten. Maar in principe zetten we hem erin te go to cancel en dus niet op day. Um, en wat we gaan doen, outside RDA, die zetten we op ja. Dat kan uh, bij hele aandelen, kan dat. En dat betekent dat je eigenlijk buiten trainingsuren uh, ook voor die prijs het aandeel kan kopen. Als iemand bereid is daar van zijn aandelen af te gaan. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij Abbott. De koers in de chart is daar helemaal niet geweest, maar om omwille van een, een nieuwsfeitje... Een rechtszaak is onze order laag gevuld geweest en daar hebben we volgens lekkere TP op kunnen nemen. Uh, dus die optie, daar maken we ook gebruik van. Uh, zes aandelen tegen een limitprijs van 47,15. Goed te cancel, yes. En die order gaan we doorvoeren. Goed, die staat erin. Gaan we ook kijken naar het portfolio. Wat jullie zagen, staat hier op 13.130. Het einde van de maand komt er weer aan. Dus we gaan natuurlijk ook de volgende update weer bijstotten. Nou, op dit moment hebben we dus weer 20 trades openstaan, uh, waarbij we de monster net weer een buy order hebben ingevoerd. Ingevo uh, uh, die staat erin. Nou, voor de rest, de orders die zijn, uh, zijn duidelijk. Uh, portfolio is niet heel veel aan veranderd in die zin dat uh, monster daar natuurlijk een winstneming op hebben genomen. Dus die positie is uh, verkleind met 5. Uh, goed, dat was de portfolio update van deze week. Uh, laat zeker even weer een reactie achter met de verzoekjes. Leuke verzoekjes altijd. Ik hoop ook dat jullie er wat van leren hoe we daarna kijken. Um, laat ook zeker even een reactie achter wat je hiervan vond. En bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later.